natuurlijk graag overhandigd. Ja. En we hopen dat je een positief advies over kunt geven. En dat het in september in de gemeenteraad de hand op. Oh, dat is ook behoorlijk snel meteen. Ja. Want dan kunnen we zo snel mogelijk van start. Ja. En dan zouden we in 2012 zouden we al de eerste jongerenraad kunnen doen. Ja. Nou, wat wel leuk is, is dat ik een levend bewijs ben van dat dit soort dingen werkt. Want toen ik in de vijfde zat van het VWO, toen heb ik meegedaan met het Fries Jeugdparlement. Sindsdien was ik politiek actief. Dus ik zeg altijd, het is hartstikke goed om jongeren daarmee in aanraking te brengen. Want ik denk niet dat ik anders politiek in was gegaan als ik daar niet aan mee had gedaan. Ja. Dus volgens mij draagt dit er alleen maar aan bij en maakt het de drempel nog lager voor jongeren om mee te doen. En wat ik ook heel leuk vind in het voorstel, is dat jullie ook echt voor de inhoud gekozen hebben. Dus het is niet je alleen maar presteren als raadsleden of als partijen, maar vooral die jongeren zelf ook na laten denken over hoe zij hun omgeving zien en wat daar nou het beste bij past. En dan wordt het niet zo'n promotieverhaal van de gemeenteraad, maar dan gaat het ook vooral om politiek op de inhoud. En, ja. Nou, dat vind ik wel heel onderscheidend hier. En als ik zie hoeveel plezier we hebben in die kinderraad, ja. Het is bijna altijd om te maken wie daarbij kan en mag zijn. En het is altijd één bak lawaai in het van huis die dag. Dan denk ik van, nou ja, zo'n programma kunnen we er nog wel bij hebben, denk ik zo. Dus hartstikke leuk. En ik ga het zo snel mogelijk naar het college brengen. En hopen dat jullie in 2012 aan de slag kunnen. Ja, oké. Okay. Dat helemaal goed. Heel fijn. Nou, even voorzien. Even voorzien. En ik heb dus een heel...